Jan Akkerman stond uiteraard bovenaan de lijst. Alleen, de man die was ooit uitgeroepen tot beste gitarist ter wereld. En in onze beleving stond hij ergens op een onbereikbaar niveau. Hallo. Hey. Alles goed? Danny. Danny. Ja, hij zegt, maak er een mooie trip van. Oh. Nee, ik wil dit niet missen. In de 80e jaren hebben we een jaar samen getoerd. Eén band, met twee gitaristen, Jan en ik. Dat is helemaal te gek. Oh. We zijn begonnen. Ja? Ja. Wanneer? Nu. Dus toen ik bij Jan op visite ging om daarover te praten, toen liet hij ook wel doorschemeren dat hij zich daarover had verbaasd. Dat hij niet als eerste was genomineerd. En zeker vanwege het feit dat hij nog met Eddie had gespeeld. Hey, het overvalt me wel een beetje hoor. Ja, ja. Heb je ook zo'n ding gehad? Ik heb zo'n ding gehad 2 jaar geleden. Oké. Okay. Nee, dat is een hele geruststelling. Ja, dat bedoel ik. Daarom. Blijf je zien. Ja, jou ook. Ja. Anders hadden we hier niet gestaan. Nee. Hoe vindt u het nou dat Jan Akkerman deze prijs nu heeft gekregen dit jaar? Zeer terecht. En iets te laat. Nou, hij ben een rijk jong. De oud-Surinaams gezegd, beter laat dan ooit. Ja, dat wel. Maar je kent zijn loden, waar die heel veel op speelde. Ja, de gaten zaten erin, fretwerk versleten, helemaal vol met scheuren. Hij had zelf zoiets van, nou, zou je mijn oude liefde niet op kunnen lappen? En als het, zeg maar, dat soort instrumenten waar hij ook zoveel op gespeeld heeft, op plaatopnamen, op concerten. En dat vond ik wel een eer om die dan te restaureren voor hem. En die heb ik echt helemaal gerestaureerd. Toen later kwam er ook nog oude Maarten bij. Volgens mij speelt zijn dochter daarop. Maar die heb ik er dan ook nog bij gerepareerd voor hem. Gewoon de lak een beetje fascineren. Niks, geen slagplaat erop. Tuurlijk niet. Geen slagplaat? Geen geslachtsplaat. Maar zei je net nou dat je dochter er nu op speelt, op deze? Ja, die speelt er af en toe hoor. Die vindt het mooi klinken. Ja. Die vindt het mooi klinken dan die Louden. Of dan die schuidergitaar. Dat is die Louden. Kijk. Oké. Je hebt hem gebruikt. Ja, toch? Het is nog net geen Willie Nelson met het kogelgaten erin. Maar, alleen hier. Dit is. Hier zit een scheur. Maar ik neem deze prijs volgaan in ontvangst. Alleen al uit respect. En liefde voor de gitaar. En voor Eddie. Dus, geniet ervan. Jan heeft de gitaar toch die plek gegeven die de gitaar verdient. Want het is de koning der instrumenten. En waarom? Omdat je zowel de melodie als de akkoorden met één hand kan spelen. En er is geen instrument in de wereld die dat kan. Jan is ook meer van, doe het maar gewoon en dan is het al goed. Dan zei hij, laat mij maar gewoon een stukje alleen doen. Dan zei hij, oh ja, hij zei, ik heb ook al wel eens met een zesbandje gespeeld, een bluesband. Hij zei, vond ik hartstikke leuk. Dus laat die jongens maar komen. En dan gaan we dat gewoon weer doen en dan wordt het een feestje. Super! Oh ja.